van vandaag is Haptamoe de Hoop. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe waarom daarom. Vragen die in 1 minuut zijn uitleg te beantwoorden of op te lossen. En de vraag van vandaag is... Ja, inderdaad. Waarom hebben we allemaal verschillende huidskleur? Huidskleuren heb je in verschillende tinten. Toch hebben we allemaal dezelfde voorouders. En die hadden een donkere huid. De kleur van je huid wordt bepaald door de hoeveelheid pigment in je huidcellen. Hoe meer pigment, hoe donkerder. Hoe donkerder je huid, hoe beter je beschermd bent tegen de zon. Sommige van onze voorouders trokken weg naar gebieden waar de zon minder kracht had. Daar was die dikke beschermlaag van de huid niet meer nodig. Hij was zelfs onhandig. Voor mensen met veel pigment is het moeilijk om gezonde stoffen zoals vitamine D in je huid aan te maken als de zon niet zo fel is. Mensen met een iets lichtere huid kunnen dat veel beter. Zij waren dus gezonder en kregen meer gezonde kinderen. Zo werd de bevolking in de landen waar er minder zonlicht was steeds lichter en lichter. Tegenwoordig is alles weer gemixt. Heb je een donkere huid in de landen waar er minder zonlicht is, dan blijf je gezond door gevarieerd te eten of extra vitamine D te slikken in een pilletje. Heb je bijvoorbeeld een lichte huid in Australië, dan blijf je gezond door je goed in te smeren. Maar waar je ook woont en welke huidskleur je ook hebt, het maakt helemaal niks uit. Zo, dat was het weer. Tot de volgende Waarom Daarom.